Nou, hier zijn we dan. In Beltveld op het Witveld. En hier moet hij komen. Een loods van 400 meter lang, 100 meter breed. Daar is de Maas. En daar is het dorp. In Beltveld is er al jarenlang verzet tegen de plannen van de gemeente Venlo om op deze plek een nieuw distributiecentrum te bouwen. De zoveelste al in de omgeving. En dus zijn de buurtbewoners tegen. En Beltveld heeft heel weinig te bieden aan groen. Ja, we hebben een hele kleine vlindertuin waar je in 5 minuten doorheen kunt lopen. Maar de grote wens van de Beltveldse inwoners is om vooral een park te kunnen ontwikkelen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen wandelen. Maar volgens mij is dat topprioriteit nummer 1 voor Beltveld. En als kind zijn heb ik hier altijd veel gespeeld en heel veel herinneringen gemaakt. En ik vind het gewoon zonde dat er al zoveel loodsen hier zijn. En waarom zou er in een dorp nog meer loodsen moeten komen? Hoeveel loodsen heeft u al hier in Beltveld? Ik heb ze niet geteld, maar het begint hier al en daar, de hele tent ligt vol. En het dorp ligt precies tussen al die loodsen in. Ook in Weert nemen de protesten toe. De stad werd 10 jaar geleden nog uitgeroepen tot groenste stad van Nederland. Nou, ik ben ook bewoner van Weert, geboren en getogen. En Weert was ooit stad in het groen, dadelijk is het Weert stad tussen de dozen. We zijn hier op de hoek van de Boshoverbeek en de Uilenweg in Weert. En wij wonen hier, prachtig in het groen. En hier recht tegenover aan de andere kant van de straat gaan ze een mega blokkendoos bouwen van wel 12 meter hoog. Dat wordt 80.000, 90.000 vierkante meter en daar komen wel 1.000 vrachtwagens per dag. In Weert gaat het niet om 1 megaloods die erbij komt, maar op 4 locaties. Moet oude industrie wijken voor enorme distributiecentra vlak bij de Zuid-Willemsvaart. Helaas komt hier ook een distributiecentrum. We hebben heel veel woningen nodig in Weert, maar ze zeggen vanwege de stankcirkel van de meelfabriek die daar ligt, kan dat niet. Hier komt dus ook een megaloods met een gevel van 12 meter hoog, begreep ik, aan de kant van de bewoners. Hierachter ligt een woonwijk, Fatima. En die mensen zitten daar tegen een hele mooie muur aan te kijken. Gemeente heeft vergunning afgegeven, provincie is niet tegen, de zaak is de gelopen race. We hebben alles gehad, we hebben hoorzittingen gedaan. Heel veel mensen met veel verstand hebben daar gezeten en we worden gewoon van de kaart geveegd. Wat vindt u ervan? Waardeloos. In Limburg komen er steeds meer megaloodsen bij. Op dit moment gaat het om 630 hectare, vergelijkbaar met pakweg 900 voetbalvelden. Maar binnen enkele jaren gaat het om 810 hectare, ongeveer 1160 voetbalvelden. Een toename van bijna 30%. De provincie komt nu met strenger beleid. Megaloods die groter wordt dan 5 hectare, zeg maar 7 voetbalvelden, moet een aantoonbare regionale meerwaarde hebben. Werknemers moeten vooral uit de buurt komen en voor arbeidsmigranten is fatsoenlijke huisvesting vereist. Maar ondernemers zijn creatief in het omzeilen van de nieuwe regels. Ja, je hebt hier 2 bedrijfskavels liggen waar tussen een weg ligt. En op die weg zit de bestemming verkeer. Daar werd dan de bestemming industrie van gemaakt met deze plannen. En door de samenvoegen van de kavels kom je op 5,7 hectare. Dus echt een hele grote kavel. En de loods die hier zou komen, die zal maar liefst 400 meter lang worden. Nou, sterk advies zou zijn, en met mij zijn er de 2600 mensen die een petitie hebben getekend. Laten we het weer hebben of we zoiets überhaupt moeten willen hier, zo'n loods. Denk ook eens naar overleefbaarheid. Denk ook eens aan de bevolking zelf. Het gemeentebestuur van Venlo gaat eerst de gemeenteraad informeren en beraadt zich naar verdere juridische stappen.